Hier laten we zien hoe je jam buttons moet maken. Een heel eenvoudig koekje, erg lekker. En wat het zo makkelijk is, verwarm je eerst de oven op 170 graden. Dan ga je verder met het deeg. Daarvoor doe je 60 gram boter, 70 gram kristalsuiker bij elkaar. En dan roer je los totdat je een bleek mengsel krijgt. Dan voeg je daar 130 gram bloem aan toe. En twee eierdooiers. Het eiwit bewaar je en dat roer je los. Klein beetje zout en dat ga je dan mengen totdat je een zandtaartdeeg krijgt. Dit is iets soepeler. Vervolgens draai je daar balletjes van, in dit geval ongeveer 25 stuks. Die leg je op een bakplaat met een siliconen matje. En dan druk je daar een gaatje in. Je zorgt ervoor dat de randen een beetje netjes zijn. En dat gaatje ga je dan vullen met jam. Dan bestrijk je de koekjes met het losgeklopte eiwit. En dan bak je de koekjes af gedurende 25 minuten op 170 graden.